In navolging op de sluiting van de Nijmeegse cafés van Rijn, Twee Keer Bellen en Bascafé laat burgemeester Hubert Bruls weten dat hij zwaardere garantie wil op het naleven van deze regels in de toekomst. In het maandelijkse gesprek dat RN7 met de burgemeester heeft, legt hij uit hoe een dergelijke sluitingsprocedure verloopt en benadrukt dat er zwaardere sancties zullen volgen als er geen verbetering optreedt. Op grond van de, van de wet is het zo dat ze in ieder geval voor maximaal 14 dagen gesloten blijven. Mm -hmm. Dat is vooral om te zorgen dat de, de besmettingshaard uitdooft, als het ware. Hè. Je zou kunnen zeggen een soort quarantaine, maar dan van een gebouw en omgeving, ja. niet van mensen. Um, in de tussentijd moeten die cafés een plan uh, overhandigen aan mij, waarin ze aangeven hoe ze naar de toekomst toe uh, de regels zodanig invullen. dat uh, mogelijke nieuwe besmettingen in zo'n kroeg althans kunnen worden voorkomen. Uh, nou, bij het eerste café uh, heeft het tot een paar keer toen een plan ingediend, maar dat was nog onvoldoende. En zolang dat dus onvoldoende is, uh, blijft hij ook nog uh, dicht. Maar ik ga ervan uit dat dat opgelost wordt. En bij die andere twee vertrouw ik erop dat die binnen twee weken dat wel goed op orde hebben. En dan kunnen ze dus weer open. En het beoordelen van het plan, dat doet u? Dat doe ik en uiteraard heb ik daar mensen ja. voor uh, die dat uh, de deskundig kunnen bekijken. En dan gaat het echt om: wat doe je er zelf aan om te zorgen dat de anderhalve meter wordt gehouden? Hoe is je registratie? Hè? Van een van de kroegen is bekend, uh, dat is ook in de publiciteit geweest, dat ze gewoon hun registratie. Ja, die was gewoon niet in orde om het netjes uit uh, uh, te drukken. Nee. En er werd ook niemand weggestuurd die, uh, die zei: ik hou me er niet aan. Ja, daar, zullen, daar willen we natuurlijk wel echt wel een zware garantie op hebben dat het wel uh, gebeurt. Het mogen duidelijk zijn als dat de volgende keer niet gebeurt. Ja, ja, dan zal er een wat zwaardere sanctie naar zo'n café eh, volgen. Ik ga ervan uit dat ze het niet zo ver zullen nee. laten komen. Twee weken is al een behoorlijke periode om je omzet mis te zien lopen. En kan dat dus een zwaardere sanctie? Wat dat zou kan. dat dan kunnen zijn? Nou ja, goed. Eh, je kunt natuurlijk besluiten dat zo'n café dan voor een langere periode dicht, uh, dicht uh, uh, blijft. Um, en uh, uiteindelijk kun je zelfs nog met geldboetes gaan werken. Er is van alles mogelijk. Dat is gelukkig nog niet nodig geweest in, uh, in Nijmegen. En ik ga ervan uit dat in deze gevallen. Dat niet nodig zal zijn. Bij deze drie hebben de goede orde was de aanleiding niet zozeer het overtreden van de coronaregels, maar het feit dat er besmettingshaard ja. was uh, ontstaan. Daarom zijn ze die maximaal 14 dagen dicht om te zorgen dat die besmettingshaard uh, uh, verdwijnt en tot men daarna weer veilig kan opengaan. De hele uitzending van het gesprek met de burgemeester is zaterdagochtend om 11 uur te zien bij RN7.